Nou ben ik in de stal. Ik weet ook niet waarom. Maar dat maakt niet uit. Hé, hey Arthur. Doe jij je? Nou, wat toevallig, Giovanni. Dat is wel heel erg raar, dit. Is dit niet gespeeld of zo? Nee. Hoe gaat het? Ja, goed. Mooi kom zo. Eens even bij, ja, ik kom gezellig in de stal zitten. Laten we even in de stal gaan staan. Wie ben jij? Nou, mensen kennen jou nog niet? Nee, natuurlijk al. Mensen kennen jou. Maar wel, maar voor de nieuwe mensen die dingen kijken. Nou, ik ben Gio. Ik was vroeger de cameraman voor Pret TV. Ja. En daar ben ik weggegaan en ben dit werk gaan doen, want ik vind het wel leuk. Hoe is het nou om in een manege te werken? Hoe voelt dat nou? Nou, wel leuk. Het is gezellig. En voor de rest, het is hartstikke gezellig. Mensen zijn hier gezellig. Je kan niet alles zeggen. Oké. Okay. Dus. Nou, dat is leuk. Ik ga een dagje meelopen met Gio, Fanny, denk ik. Vind ik wel leuk. Zal ik dat doen? Ja, is goed. Oké. Okay. Dat doe, jongens. Goed kijken, hè? Plekkee. Nou, jongens, ik ga even de stal doen samen met Giovanni. En dan, ik loop gewoon heel de dag mee. Dus dan zie ik jullie weer zo. Wil jij nog wat zeggen? Houdoe. Ik ben nog steeds op de manege samen met Giovanni. Ja. En we hadden een idee. We gaan bij de stallen gaan we zeg maar een beetje een rondleiding geven. Dus ja. Ik geef de camera aan Giovanni en hij gaat de rondleiding geven. Yo, daar ben ik weer. Is het moeilijk? Nee, joh, het gaat goed. Kijk allemaal goed. Nou, hier werk ik bij de stallen. We moeten altijd op de donderdag en de vrijdag, zaterdag, zondag ga ik hier mesten. En dan is dat netjes en schoon, zo om te zeggen. Dus hij doet al het poep weghalen. Wat wil je laten zien? Nou, hoe het eruit ziet, de stal van het stro, hoe het is. Oké, okay, nou laat me zien, ik loop met je mee. Nou, dit zijn de manegepaarden. Ja. Gaan ze mee lessen. Nou jongens, Arthur loopt in de modder. Dat is leuk om te zien, jongens. Als mijn camera bevalt, hè, dan ben ik echt heel. Ja. Maar ja, ik ben hier ook wel een paar keer geweest hoor. Niet daarvan. En hoe het ook hier is. En het is ook gewoon leuk om te weten. Ik heb heel vaak gehoord, nog als ik door ben, of ergens anders vraag ik, nou, waarom ben je weggegaan bij Pret TV? Waarom ben je eruit? En wat doe je nu? Ja. En ja, nu kunnen jullie ook gewoon zien wat ik doe nu. Nu is Gio zo. Een stalknecht. Hier is het zandpad, gaat zo naar het bos. Ja. Nou, je ziet het. Wou je dat laten zien? Ja. Nice. Nice. Maar dit is mooi. Maar Gio, jij moest een koets opknappen. Ja. Wil je even laten zien waar die koets staat? En, oh, daar staat hij al. We zijn er al, jongens. Nou, dit is de koets. En wat denk je, wat moet je nog daaraan veranderen? Nou, de banden moeten geverfd worden. Nou, jullie horen het al. Hartstikke mooi. Helemaal mooi. Nou, jongens, wat ik nu zie, ik wil heel graag weten van jullie kijkers wat dit is. Want dat is misschien leuk om te weten. De beschrijving is dat er van die roosters staan. En ja, ik vind het leuk om te zien wat jullie denken wat het is. Nou lopen we naar het bord toe. Dus ik zie jullie bij het bord. Toch? Ja. En daarna gaan we er even nog een gezellige dag van maken. Zeker, zeker. Samen met mijn oude collega, joh, gezellig. Ja, want het verhaal is zeg maar dat hij is eruit geschopt door mij. Het is misschien een beetje
een beetje flauw om dat te doen. Ja, zeker. Maar dat... een beetje hoor. Ja, maar... En ik kreeg andere vrienden en... Ja, hem heb ik dus wel een beetje, hoe noem je dat? In de steek gelaten. Zitten. Ja. En dus, een beetje, dat jullie dat weten. Asociaal weggeschopt. Ja. Nou, dat dus. Nou jongens, we staan nu bij het bordje daarachter. Gio, vertel wat erover. Nou, dit was mijn rondleiding en zo in de manege. Het is hartstikke gezellig hier. Hele leuke mensen hier. Leuke paarden trouwens ook. Als je ooit eens wil lessen, kijken, gezellig een biertje drinken in de kroeg, want dat kan hier ook, maar dat heb ik al verteld. Kom gezellig langs, misschien kom je me nog tegen en kan je alles vragen aan mij. Nou, wat jullie gewoon moeten doen is gewoon even op de website hier beneden kijken. Als je wilt paardrijden, je kan rijlessen en dat is super cool. Je kan hem meeten, dat is ook hartstikke goed. Dus ik zou het gewoon doen. Dan zeggen we één ding, 1, 2, 3, later. Doen.